kijkers. Mijn naam is Dwight. Mijn naam is Tammy. Mijn naam is Melinda. En vandaag gaan we verschillende voetbalchallenges doen. Dus let's go! We doen het gewoon zo. We hebben hier een paar ballen liggen. Iedere bal is verschillend, namelijk een kleine, twee normale, een harde plastic en een lekke bal. Wie het meeste scoort, heeft een punt. En daar gaan we nog andere voetbalchallenges doen. De winnaar daarvan krijgt ook een punt. En de uiteindelijke verliezer krijgt kontje knal. Oké, laten we beginnen. Ik zie het als eerste. Ben je er klaar voor, mam? Ja! Oké, ja. Eerste bal. Ik de hel. Ik dacht echt dat hij zat, hè? Mispoes. Jongen, ik schiet veel te hoog. Ja. Hallo. Ja. Nee, kijk maar. Ik ben de buren in de tuin. Oké. Tammy heeft ook maar 5 ballen. Nu ben ik aan de beurt. De eerste was dus van Tammy. Gisteren was ik ook heb ik ook als eerste verloren. Maar dat heb ik ook goed teruggepakt. Dus Tammy pakken we nou ook wel zeker. We hebben hier nou 4 ballen liggen. Gewoon 2 normale, een lichte en een lekke. En nu gaan we latjetrap doen in plaats van op de goal te schieten. Laten we maar beginnen. Deze is mij. Nee, op de laatste schiet. Misschien werkt deze ook wel, want het blijft ook geen vraag. Nou, de eerste bal. Ja, oké, nog eentje, maar dan met de normale ballen. Dit ga ik sowieso van jou winnen. Ja, Ida, kies maar gewoon een bal uit. Let's go, jongens. Deze is voor mij. Nu ga ik weer echt op de lat, jongen. 3 kort elkaar, 3 in a row, ja? Voor mij. Ik pak haar, ja? Gelijk. Dit wordt 1 voor mij. Bijna. Dit is van mijn held Ronaldo. Wat voetbalt Ronaldo? Welk land? Waar? Dat valt nog wel mee dan. Knallen. Ja! Alsjeblieft Ronaldo! Ja oké, wacht, we doen het zo. Paal telt voor 1 punt, laat voor 2 punten dus. Als de eerste 3 punten heeft. Ga nu al met 1-0 voor. Kutzooi! Lekker jongens, 2-1 voor mij! Doe ik maar 1 punt voor mij en ik heb... Kijk die goal! No-look! Nee! No-look jongen! Zie! Ik heb gewonnen jongens! Volgende challenge! Volgende challenge is... Mam gaat in het doel. Je hebt een paar kansen om ze te schieten. Je moet rechtsboven, linksboven, linksonder, rechtsonder en door het midden te schieten. En wie als staat als eerste is gelukt, heeft ook weer gewonnen en die heeft ook een punt. Lekker jongen. Wat voor jongen? 2-0 voor mij. Ze zijn regenen, jongen. Omdat we zo kapot slecht zijn, hebben we besloten, degene die als eerst nou scoort, heeft gewonnen en daarna gaan we de laatste challenge doen. De winnaar daarvan, die mag op de andere kont schieten. We hebben, oh jongens, wat zo spannend, jongen. Pas door het midden, hè? Oké, volgende challenge. De volgende challenge is, de tegenstander gaat op de grond zitten, gooit de bal omhoog en jij moet afwerken. Je mag er maar 1 keer aanraken en je moet hem uit de lucht zien te pakken. Ibrahimovic? 3, 2, 1. Ja, niet zo kut. Oh jongen,
met deze chairs ga ik al winnen, maar nee hoor. Hé! Mooi wel doen. Die was mooi, gek! Oh, die heb ik op camera staan. Als ze 3 heeft, hè? 3, 2, 1. Winnende! Dan Ibra. Goed. 3, 2, 1. Ja! 3. Daar gaat hij, winnende! 1. Tammy, kom op, dat kan je, ja? Scheelde zo weinig! 3, 2, 1! Ah! Oh. Ja! 2. Ik mag nog 1 keer. Dat is ook de bedoeling. Ik mag nog 1 keer. Oh ja, Tammy mag nog 1 keer. Ik ben begonnen dus. Als ik niet score, kom. Dat is een kut van jou. Ik gooi nou wat ik wil, ja? 3, 2. Ja jongens, betekent kontje knallen of Tammy. Ben je er klaar voor, Tammy? Ja. Niet raakt jongens. Ik heb ook gespeeld voor niks. Ja, Tammy. Omdat ze me de eerste keer had ingemaakt en best goed heeft gespeeld. Mag jij 5 keer op mij proberen te schieten, ja? Oké, jongens, ik ga nou staan. Ze schiet ook nog raak, man. Nog 4 keer. Meteen de eerste, jongen. Karma. Karma is een bitch. Karma is Tammy. Al die mensen op YouTube stellen zich zo aan als ze wat tot het werd van pijn doen, maar dat doet helemaal niet eens pijn. Dus ik weet niet waar jullie zeuren. Kom, laatste keer. Tammy, je hebt goed je best gedaan. Eén keer. Super geschoten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zoals ik altijd zeg, ciao.